ben Lagap van de Participatiekeuken. Allereerst, wat een fantastisch initiatief is het eigenlijk, de Haagse Community tegen Eenzaamheid. Absoluut. En nou, leuk met zo met een Haagse Community tegen Eenzaamheid ontmoet je heel veel bedrijven en veel organisaties. Het is een mooi netwerk, zeker een mooie organisatie. Bijna net zo mooi als de Participatiekeuken. mooi bruggetje, Participatiekeuken. Vertel daar eens over, hoe is dat allemaal zo begonnen? Nou, dus in de coronatijden zijn we begonnen om echt de meest eenzame ouderen die alleen zijn en geen maaltijd kunnen, geen boodschappen kunnen doen. Die hebben we voorzien 16 weken lang van een dagelijkse maaltijd. Zo is de participatiekeuken gestart. Heel mooi eigenlijk waar je mee bezig bent. En nou zijn hier heel veel mensen, hè, met mooie initiatieven. Gaat het toch hoofdzakelijk weer om dat samenwerken? Absoluut, dat is ook het concept van de participatiekeuken. Is echt begonnen dus met corona op die manier, maar heel veel met het bedrijfsleven. En toen is er iets zo moois ontstaan. Er waren zoveel partijen bij betrokken. Ja, dit is het voorbeeld van samenwerken. Dus dan kun je ook dingen gewoon verder brengen en verduurzamen. We hadden het er al over, hè, hier in de speech eigenlijk. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Dat individualisme, is dat het grootste probleem, want je zei het al, goedemorgen is al moeilijk, hè? Om dat terug te zeggen. Nou, je merkt, het is natuurlijk vanaf de jaren 60 begonnen, de kerken vielen weg, dus het sociale cohesie werd minder. Mensen, dus de individualistische ontwikkeling was gestart van red jezelf. Het was natuurlijk ook een mooie om je kinderen los te laten en dat ze voor zichzelf konden zorgen. Alleen niet weten dat leidt, dat je dat je hele leven lang meeneemt. Dat ook als je oud bent, niemand om je heen hebt. Je eigen kinderen hebben een druk leven. Ja, dat is waar we nu in zitten. En daar moeten we moeten dat eigenlijk terugdraaien. En dat we kinderen leren hoe belangrijk het is dat je niet alleen ervoor staat, maar dat je er samen bent. Dus niet zelfredzaam, maar samenredzaam. Je hebt ook idealen, denk ik. Hè? Idealen zo van, moeten we dan niet bij de kinderen beginnen op school? Hoe we met elkaar om moeten gaan? Ja, ik vind dat persoonlijk vind ik echt dat het onderwijs daar een hele grote rol in kan spelen. En ouders uiteraard ook. We moeten echt teruggaan en bij de kinderen leren dat samen zijn heel belangrijk is. Dus op scholen samen eten, samen spelen en wat minder op de computer thuis alleen zitten. Want als we zo doorgaan zoals we nu bezig zijn, hebben we over 30 tot 50 jaar een grotere probleem dan we nu hebben. Jij doet er in ieder geval alles aan om met die participatiekeuken. Ja, om daar iets heel moois van te maken, toch? Absoluut. Dat is ook echt de reden vanuit Participatiekeuken ontwikkelen we aanschuiftafels. Wij streven ernaar in Den Haag om dit jaar tot volgend jaar 10.000 ontmoetingen per week te kunnen organiseren.